Ik denk dat het generatiepact geen resultaten heeft bereikt. Het aantal bruggepensioneerden is tussen 2005 en 2010 verder blijven stijgen. Pas recent is er een lichte afname die wellicht weinig met het generatiepact te maken heeft. De arbeidsparticipatie van 50-plussers is dramatisch laag ten opzichte van het Europees gemiddelde, laat staan ten opzichte van de Europese doelstelling van 50% die we zouden moeten halen. De arbeidsparticipatie van 60-plussers is ronduit dramatisch, nauwelijks 1 op 5 is nog actief op de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat het generatiepact veel geld gekost heeft aan sociaal beleid dat men in ruil heeft doorgevoerd, maar eigenlijk niks heeft opgebracht. Het was een streling in de goede richting, maar er is veel meer nodig. Wat het arbeidsmarktbeleid betreft denken wij dat alles in één hand moet komen en met name die van de gewesten. Vandaag is het beleid versnipperd en eigenlijk niet efficiënt. De arbeidsmarkt is zeer verschillend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en er zijn dus ook andere maatregelen nodig. Het is moeilijk als Vlaanderen vandaag 55 plus en binnenkort 58 plus wil activeren, mensen uitnodigt de VDAB om hen naar een job te begeleiden en diezelfde mensen van de federale RVA te horen krijgen dat ze niet beschikbaar moeten zijn op de arbeidsmarkt en zelfs nog een toeslag op hun uitkering krijgen als signaal dat men beter passief blijft. Wij denken dat die bevoegdheden moeten samenkomen, dat elk gewest dan kan inspelen op de eigen situatie. Dat wil zeggen dat niet alleen het doelgroepenbeleid, dat nodig is om zeker voor oudere werknemers om iets aan de loonkostenproblemen te doen, maar ook de hele normering van de werkloosheid, de sanctionering van de werkloosheid en de controle, best naar de gewesten zouden gaan en dat Vlaanderen dan op haar acuut probleem, de 50-plussers, zeer zwaar kan inzetten en doorwerken. Ik denk dat de politiek moet aandurven om aan de mensen te zeggen dat langer werken echt moet en dat wij dus de stelsels van vervroegde uitreding geleidelijk moeten laten uitdoven. Uiteraard met behoud voor verworven rechten, maar dat wij naar de toekomst toe geleidelijk moeten stoppen met mensen het gemakkelijk te maken vroeger dan 65 jaar uit de arbeidsmarkt te treden. Aan de andere kant denk ik dat je ook de wortel moet nodig hebben, niet alleen de stok. Dus je moet mensen belonen als ze langer werken. Vandaag is het zo dat mensen die tussen hun 60 en 65 blijven werken, daar zeer weinig pensioenrechten extra mee opbouwen. Dat moet ook veranderen. Je moet het systeem zo maken dat het goed bedrag beloont en aanmoedigt. Dus het verzekeringsprincipe moet hersteld worden. Wat je in de sociale zekerheid bijdraagt, moet je er ook kunnen uithalen. Voor pensioenen betekent dat dat wie vroeger stopt veel minder zal hebben en wie effectief langer werkt tot 65 en misschien zelfs nog langer, dat die er ook voor wordt beloond.